de veteranen die hier staan, die hebben eigenlijk gewoon geprobeerd om Nederland te bevrijden. En soms lukt dat en soms niet. En dan eigenlijk riskeren hun leven voor jouw vrijheid. En dat is eigenlijk best bijzonder. Heel bijzonder dat er aan de veteranen zo'n mooi eerbetoon wordt gegeven. Dat ze toch, nou wij laten met z'n allen laten zien dat we heel dankbaar zijn wat hun voor ons hebben gedaan. André. Wat betekent vrijheid voor jou? Nou, voor mij is vrijheid iets wat eigenlijk een soort van normaal is. Kijk, wij leven, ook jullie, maar ik ben natuurlijk zelf ook jong. Wij groeien op in een wereld waar eigenlijk alles best wel vrij is. Vooral in Nederland mag je zeggen en doen en laten wat je wil. Dus, en dat hebben we toch wel een beetje toch allemaal aan deze mensen te danken. Dus, vrijheid is iets wat ik ontzettend waardeer. Als ik je laat, je nog zo zijn. Boodschap aan alle kinderen hier. Toch wel dat het niet normaal is dat het zo'n vrije wereld is waar we nu in leven. Ik heb me vroeger heel erg verdiept in de geschiedenis. Ik vond het zelf heel leuk op school. Dus echt, dat wil ik jullie meegeven. Het is ook heel belangrijk dat je gewoon echt heel veel weet. En gewoon, we moeten het waarderen. En al weten wij het niet en waren we er niet bij en is het voor ons misschien twee levens geleden. We moeten wel waarderen wat deze mensen voor ons hebben gedaan. Er wordt gevochten. Hier in Arnhem. Er staat iets te gebeuren dat zijn weerga niet kent. We should always learn lessons from the past. And while new generations will seek to tell their own stories, this tale will never lose its power and needs to be told over and over again. It's 75 years since it happened and it's an occasion that we've got to remember. Like, I'm lucky. I've done a lot of the rounds. I've enjoyed the freedom that we fought for. And these lads who lost their life here, well, they had no freedom, did they? Ik vind het wel mooi om te zien, want normaal zie je het gewoon op tv of hoor je verhalen. Maar nu zie je zelf echt beelden en zie je ook gewoon stukken wat hun hebben meegemaakt. En dat is dan wel mooi om te zien. Heel indrukwekkend. Ik voel van dat het best speciaal is om hier te zijn, want toen, 75 jaar geleden, is hier echt gevochten. En ja, dat kan je soms niet echt goed bedenken, maar dat is echt gebeurd. A war has no goodness whatever. You've got to try and not be involved in wars. You must always remember, you've got a life of freedom and make the most of it while you can. Because there's nothing better than freedom and being able to do what you like, say what you like within reason. And, well, good luck to the young'uns these days. They are our future.